Goedenavond, gemeente. Van harte welkom vandaag. 3 november is het, hier in de Terpsjerke. En we vieren vandaag de Dankdag voor gewas en arbeid. Ook een hartelijk welkom voor de gasten en voor de mensen die deze dienst op een later tijdstip volgen. De voorganger is mevrouw De Vries uit Ureterp en de organist is Gerard van Orel. Er is vandaag 1 collecte voor Kerk in Actie ten behoeve van het Werelddiaconaat Indonesië. En deze collecte wordt gehouden bij het uitgaan na afloop van de dienst. De kerkenraad wenst ons allen een goede en een gezegende dienst toe. En we beginnen de dienst met het staande zingen van lied 704, het eerste couplet, Dank, dank nu alle God. Deze dankdag voor gewas en arbeid. Laten we een ogenblik stil zijn om ruimte te maken voor de eeuwige. En in vertrouwen mogen we uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Ene, die zich ontfermt over hemel en aarde, die ons een leven lang trouw blijft en die ons niet laat vallen uit de palm van zijn hand. En we bidden, hoor ons aan, eeuwige God, hoor naar ons bidden. Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt, blijf ons niet verborgen. Wij herkenden u niet, wij zochten onszelf. Gij, Heer, vergeef ons. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Geef ons uw genade. Breng ons in het reine met u en met elkaar. Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. Amen. En we zingen samen het tweede couplet van lied 704. Thank you.
Na het gebed om ontferming bidden, zingen we het derde couplet. Maar laten we eerst bidden. Wij bidden vanwege alles wat er in zonde in de grote wereld gebeurt. Aan oorlogsgeweld en economische strijd. Aan tegenstellingen tussen volken en godsdiensten. Aan schending van natuur en milieu. Daarom bidden wij om recht, om adem, om herschepping, om geestkracht. Wij bidden vanwege alles wat er om ons heen gebeurt. In de wereld die ons dagelijks bestaan vormt. Aan ruzie en verbaal geweld. Aan onbegrip en stilzwijgen. Aan schending en misbruik. Daarom bidden wij om recht, om adem, om herschepping, om geestkracht. Wij bidden vanwege alles wat er in onszelf gebeurt, diep in ons binnenste, waar anderen vaak geen weet van hebben, aan innerlijke strijd en onzekerheid, aan schaamte en schuld, aan eenzaamheid. Daarom bidden wij om recht, om adem, om herschepping, om geestkracht. Amen. Voordat we gaan lezen uit de Bijbel, uit Psalm 65, vers 2, door de lector Dirk Riemersma, is het nog wel even mooi om te kijken naar die prachtige liturgische tafel, die schikking. Wat een rijkdom wat daar allemaal ligt. En dat we dat ook allemaal kunnen eten en drinken en betalen, zou ik ook zeggen. Al is, moet ik eerlijk zeggen, het gezonde natuurlijk wel het duurste. Maar wel heel belangrijk. Wel heel mooi gemaakt. Jammer eigenlijk dat het zomaar één avond er ligt. Of is het de zondag nog? Tot en met zondag? Oh, dat is helemaal mooi. Ja. Dirk Riemersma zal voor ons lezen. De eerste schriftlezing is uit Psalm 65, vers 2, een bewerking van Marijke de Bruyne. O schepping, o schoonheid, in ons hart welt een lied. Zing mee met de vogels, de wind, het ruizen van water en regen. Zing mee met het spelen van schaduw en licht, met de lokroep van de lente. Een lied van de gang. Het geheim van het leven. Zing mee en word stil van verwondering. Stilte vol vreugde en lof.
stilheid die toekomt, als lied zonder woorden. Aan die heeft geschapen, de schepping, de schoonheid, het licht en het leven, het al. Aan de scheppende die dit schiep. Voordat we gaan lezen uit Habakkuk, even een korte inleiding. Want we lezen vandaag uit het derde en tevens laatste hoofdstuk uit Habakkuk. En Habakkuk is een van de kleine profeten uit de Bijbel. En dit Bijbelboek vertelt ons over de komst van de Chaldeeën, oftewel de Babyloniërs. Een deel van het volk Israël is al in ballingschap door de Assyriërs, waaronder de tijdgenoot van Habakkuk, Daniël. En de tweede ballingschap is op handen. En de druk wordt gevoeld. Dit speelt zich af zo rond 600 voor Christus. En de profeet vraagt zich af hoe het komt dat zoveel onschuldige mensen zoveel kwaad treffen. Maar ondanks dat roept hij zijn hoorders op om niet te twijfelen, maar te vertrouwen op God. En dit Bijbelboek begint dan ook met een klacht. Vervolgens komt het antwoord. En het eindigt dus met een lied, met een gebed. En dit gebed, dat gaan we samen met elkaar lezen. Later 8 tot en met 19. Gebed van de profeet Habakkuk, als een klaaglied. Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Maak het in deze tijd bekend.
maar toon uw mededogen als het tumult losbarst. Heer, is uw woede tegen rivieren? Is tegen de rivieren uw woede ontbrand? En uw toorn tegen de zee, dat u uitrijdt met uw paarden, met uw zegewagens? U haalt uw boog tevoorschijn, op uw bevel soefende pijlen. Met stromen van water splijt u de aarde. De bergen zien u en beven van angst. Een stortvloed van water kolkt voorbij. De diepte verheft haar stem. Ze strekt haar handen omhoog. Nu uw pijlen flitsen en lichten, nu uw lans schittert en bliksemt, trekken de zon en de maan zich terug. Grimmig schrijdt u voort over de aarde. Volken vertrapt u in toren. Om uw eigen volk te redden, trekt u uit. U komt tot redding van uw gezalfde. Het dak van de wetteloze slaat u stuk en legt de fundamenten bloot tot de laatste steen. Met zijn eigen pijlen doorboort u de aanvoerder van de krijgers. Zij stormen aan mij om mij te breken. Het doet ze plezier om in het geniep een arme stakker te verslinden. U rijdt over de zee met uw paarden, door het schuim van grote wateren. Ik hoorde dit alles en beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten. Ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil. De dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden en hij laat mij over bergen gaan.
geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus. Vrijdag 13 maart vorig jaar staat nog in mijn geheugen gegrift. Mijn schoonzus is dan jarig, dus dat is dan ook zo'n datum dat je onthoudt. En dat was ook de dag dat onze buurvrouw plotseling overleed. Ik zie nog dat ze ligt op de brancard en dat ze zo in de ambulance wordt geschoven en wegrijdt. En dat is het laatste wat ik van haar heb gezien. Ook geen begrafenis, geen afscheid. En u heeft vast ook wel herinneringen aan die begintijd van de corona met de lockdown, de avondklok, zieke mensen, schrijnende situaties. Voorbeelden van hoe onze samenleving, onze maatschappij ontwricht is door deze coronatijd. Een ontwortelde situatie, al gelukkig wel weer steeds normaler dan wat we gelukkig ook weer gewend waren van daarvoor. Maar zoals nog steeds hebben we ermee te maken, wat we gisteren natuurlijk op de persconferentie hebben gehoord, de maatregelen die weer genomen moeten worden omdat de besmettingen weer toenemen en de toenemende druk ook op de zorg. En er zijn nog steeds zoveel van die tegenstellingen. Tegenstellingen tussen de gevaccineerden en de ongevaccineerden. De coronapas en de impact ervan. En zo leeft ook Habakuk in een onzekere tijd. Na de koningen Saul, David en Salomo is het 12-stammenrijk uiteengevallen in Israël en Juda. En Israël is al weggevoerd door de Assyriërs, de eerste ballingschap. En Juda voelt de hete adem in zijn nek en zal in de tijd van Habakuk zich dan ook overgeven aan de Babyloniërs, die in dit Bijbelgedeelte ook Chaldeërs worden genoemd. Het is dus een tijd van onrecht van Juda in Juda, tijdens koning Joachim van Juda en vooral over het optreden van de Babyloniërs. En Habakuk leeft ook onder de dreiging van de Chaldeërs en ziet ook het onrecht. Inmiddels is Daniël als een van de eerste losgerukt van het vertrouwde leven in Jeruzalem. Hij begrijpt het niet, hij is verdrietig. Habakuk klaagt. Hij klaagt aan en hij protesteert. Gods antwoord dat hij door de Babylonische legers zijn straf laat voelen. Maar dan komt Habakuk ook met een nieuwe klacht. Want de wreedheid van de Babyloniërs is nog veel erger. En weer antwoordt God in hoofdstuk 2. Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. En dan komt Habakuk dus met een gebed. Een gebed over Gods grootheid, zijn strijd en zijn redding van zijn volk. Een gebed vol vertrouwen en overgave. En vooral het woordje toch valt op in vers 18. Toch zal ik juichen, jubelen voor mijn Heer. Maar wat valt er nu te juichen, te danken? Een half jaar geleden, 10 maart 2021, was er de biddag voor gewas en arbeid. En we hebben toen gevraagd om een goede oogst, om een zegen over onze arbeid. Dat was ook in de tijd dat we volgens mij ook digitale kerkdiensten hadden. En in ieder geval ook de avondklok. En dan is het een half jaar later, dankdag, vandaag. En we zouden ons haast afvragen of er nog iets te danken valt. Want het werk, onze arbeid en al het andere kwam in een totaal ander perspectief te staan. En wat betekent danken dan ook eigenlijk? Het betekent erkentelijkheid tonen tegenover
iets of iemand. Dus blij zijn met iets wat je hebt gekregen en waarvoor je dankjewel zegt. Iets wat je misschien verdiend hebt, maar misschien ook niet. En is vragen soms niet gemakkelijker dan danken? Of is vragen soms ook moeilijk, omdat je je dan afhankelijk weet van die ander en je zo niet wilt opstellen? Laat staan dankjewel zeggen. En toch is de Bijbel heel helder over danken. De Bijbel is er helder over, maar Jezus helemaal. Want voordat hij deelt, elke keer weer, bijvoorbeeld bij de 5 broden en de 2 vissen, of bij het laatste avondmaal, eerst dankt hij zijn Vader. En ook de Melaatse mannen die hij geneest, waarvan er maar 1 terugkomt om hem te danken. Dus we worden opgeroepen om te danken. Zoals in 1 Thessalonicense 5 staat, vers 16 tot 18. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u, die 1 bent met Christus Jezus, verlangt. En verderop staat er ook in 2 Thessalonicenzen, broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. En eigenlijk is onze tijd gedeeltelijk natuurlijk te vergelijken met de tijd van Habakuk. Want het leven voelt ook nog steeds wel wat ontwricht en ontworteld. En die coronacrisis die legt ook andere crisissen bloot, zoals de klimaatcrisis, de migrantencrisis en een wereld waarbij de economische motieven de boventoon spelen. En de vragen komen naar boven, wat is dan ook nu echt belangrijk? Wat mis ik nu echt? Heb ik de onderlinge contacten gemist? Of misschien toch die verre vakantie? Habakuk ervaart de toorn, de boosheid van God. En misschien vragen wij ons ook wel af of deze pandemie van God komt. En dit coronavirus heeft heel veel verschillen ook blootgelegd. De verschillen tussen arme en rijke landen, waarbij het ene deel de rijke landen wel gevaccineerd zijn onder andere, of waar de mogelijkheid er is, en andere delen van de wereld een beetje of tot bijna niets. De tegenstellingen zijn in ieder geval niet kleiner geworden, maar groter. En dat roept ook associaties op met Habakuk. Er is van alles aan de hand. En toch zegt Habakuk hier, al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over bergen gaan. En daarom is het ook goed om ook in deze situatie, ondanks deze situatie, ook dankbaar te mogen zijn. Toch zal ik juichen. Toch zal ik danken. Dankbaar voor het gewas wat gegroeid is, wat we hier ook zien liggen. Dankbaar voor al onze levensmiddelen. Dankbaar voor het werk wat we hebben. En misschien ook al is het thuis en soms ook beperkt en onder andere omstandigheden. Ook dankbaar toch ook weer voor het financiële vangnet afgelopen jaar. De financiële steun die we soms hebben mogen ontvangen.
En al is het vandaag dan maar een klein beetje danken tegen de klippen op. En God wordt ook niet boos als we een waarom-vraag stellen. Ook niet als wij vragen waarom Hij soms geen antwoord geeft. God hoort ons wel, maar dat betekent niet altijd dat Hij doet wat wij willen. En we mogen ook met Hem een gesprek aangaan over Zijn beslissingen. En ook daar reageert Hij op. Maar Hij vraagt wel van ons geduld en een houding van geloof. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. Toch zal ik juichen voor de Heer, Hij is mijn kracht. Zoals ook in het lied waar we zo naar gaan luisteren. Komt er God een nieuwe morgen. Als teken van uw trouw worden wij bevrijd van zorgen. God, kom gauw. Amen.
Ik lees een gedicht van Marie de Haan. Dankdag. Zoveel om u voor te danken. Ondanks de onrust in ons bestaan. Ondanks een virus dat we niet kenden. En we niet weten hoe het zal gaan. Dank u voor ons Nederland. Dat we veilig kunnen wonen. Waar we vrijuit mogen spreken. Waar we onze meningen mogen tonen. Dank u voor al die medewerkers die zoveel geven van hun tijd in alle vormen van de zorg. Zij strijden voor onze gezondheid. Dank u voor de volle winkels die er elke dag weer zijn. Ook medicijnen zijn te krijgen tegen ziektes en de pijn. Zoveel is er nog te danken. Maar u kent de zorgen, Heer. Hoe lang zal dit nog ons deel zijn? Of is het er straks niet meer? Dank u dat u zoveel schenkt in een bange, onzekere tijd. Leer ons onze handen vouwen en te danken in de strijd. Dank u boven alle dingen dat uw zoon stierf aan het kruis. Want dat weten we wel zeker. Hij wacht in het Vaderhuis. Dankjewel. Een prachtig gedicht. Op deze dankdag voor gewassen arbeid, naast het gedicht ook woorden van dankbaarheid. En ik lees een stukje tekst voor en vervolgens zingen we samen. Mijn God zijt gij, u wil ik danken, zo waar als ik leef. Dat zal op de beamer wel komen. We danken u, God, voor het lieve licht. Het geeft aan de aardse dingen de hemelse glans van uw eigen gezicht. Het weet in de wereld de duisternis haar spelenderwijs te verdringen. Aarde schiep, opdat wij er zouden leven. Want al wat er in uw aarde sliep en rijp werd, omdat gij het wakker riep, is ons te bewaren gegeven. Wij danken u voor het levende groen, het koren dat wuift op de velden, de bomen, het gras en in ieder seizoen de bloemen die ieder vreugde doen en iets van de hemel vertellen. U bent
Wij zeggen u dank voor de warme gloed van de zuivere vruchten der aarde. Zij komen ons geuren tegemoet met al wat zij uit de overvloed van het aardse paradijs bewaarden. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, wij komen tot u met de bede. Leer ons bidden en danken. Leg ons de juiste woorden in de mond en in het hart. Want we zijn dankbaar, Heer, dat we ook dit seizoen niet tekort zijn gekomen. Het land heeft zijn opbrengst gegeven, ook al kunnen wij geen wasdom geven. We hebben behoorlijk onze hand gehad in de opbrengst van het land. We hebben er goed van gegeten. En we danken u voor al wat groeide en bloeide, voor eten en drinken in overvloed. We danken u voor de toewijding en liefde van boeren en tuinders. Met liefde voor mens, dier en milieu hebben zij hun werk verricht. Dank ook voor al het andere werk wat we hebben mogen doen. En we danken daarvoor dat dat ook zijn opbrengsten heeft. En tegelijkertijd ook, Heer, bidden we voor degene zonder werk. Van de faillissementen van de afgelopen tijden of door andere omstandigheden. We zien dan ook steeds scherper, Heer, dat uw schepping een hoge prijs betaalt voor onze consumptie. Dat het zo niet verder kan. En we beseffen steeds meer dat onze dank tegen ons is. En daarom bidden wij. Spreek zelf in ons het rechte woord. Geef ons wijsheid om uw schepping naar uw gebod te bewerken en te bewaren. Zodat er voor ons en onze kinderen genoeg zal zijn. Tot lofprijzing van uw naam. Hoor onze dank en ons gebed in Christus' naam. Amen. We zingen het slotlied. En dat is lied 248, de versen 1, 2 en 3. De dag door uw gunst ontvangen.
aan het einde van deze dienst gekomen, mogen we gaan met de zegen van onze Heer. Mogen de Heer ons zegenen en ons beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en ons genadig zijn. Mogen de Heer ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven. Amen, amen. Gij kent onze namen. Wees nabij, Els, troost en licht op de weg.